sociale werkvoorziening in Hilversum. Door de aangekondigde bezuinigingen heerst er onrust. Niet alleen op de werkplek, ook binnen de organisatie. Dit vanwege onduidelijkheid over de plannen van de gemeente. We hebben natuurlijk wel met de gemeente al gesproken over dat deze maatregelen zijn aangekondigd. Maar we zijn nog niet zover om met de gemeente samen te kijken van wat zijn de consequenties in detail en welke maatregelen moeten we daarop gaan nemen. En hoe uitzicht dat dan vervolgens ook naar de mensen binnen het bedrijf. Zondag 20 maart, Politiek Café Response van de SP in Hilversum. Lokale politici en bestuursleden bespreken de toekomst van de branche. Voor mij is ook een beetje het cultuurtje in de SW van het zal allemaal wel meevallen. Maar of het deze ronde ook mee zal vallen, dat denk ik eigenlijk niet. Ik zie veel gemopper in de WSW, veel terugtrekkende bewegingen. En ik vind dat je als het ware agressief moet kijken, wat willen we zelf gaan organiseren. Mijn inzet zou zijn, als we deze discussie gaan hebben, om heel erg inzichtelijk te maken hoe weinig deze bezuiniging concreet gaat opleveren. Want we hebben het over 1,8 miljoen nu, maar daar blijft misschien maar een paar ton van over als je al die extra kosten meeneemt. En dan is de vraag, is het je dat waard om tegen al die mensen te zeggen, gaat u maar thuis zitten? Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat het gaat om de mensen. Want we kunnen wel blijven lullen met elkaar, maar uiteindelijk moet er ook daadwerkelijk wat uitkomen. Uiteindelijk leidt het ertoe. Die mensen geven het al aan, van wij zijn het zat, we willen nu serieus genomen worden. Ja. En anders laat zich blijven ons maar één ding over, dat is het voeren van acties. Want zo komen we geen stap verder. Ook was er aandacht voor het boek Bijzondere Werknemers. Waarin de Abfacabo FNV en FNV Vakcentrale de gedupeerden een gezicht geven door hun persoonlijke verhaal te tonen. Wij vinden het ontzettend belangrijk als SP dat we deze mensen gezicht geven met deze tentoonstelling. En ook binnen de raad en alle andere mensen die daar kennis van willen nemen. Zodat als er bezuinigingen komen, er zorgvuldige keuzes gemaakt worden. De toekomst mag dan misschien onduidelijk zijn. Bij de sociale werkplaatsen van Hilversum gaat het werk gewoon door.